Als je voor je eigen bedrijf of je vereniging of wat dan ook een logo nodig hebt, zijn er online diverse tools te vinden waarmee je dit kunt maken. Vaak zit je dan vast aan voorgevormde schablonen. Als je het gratis tekenprogramma Inkscape gebruikt, kun je het meer naar je eigen hand zetten. Hoe dat zit, zie je in deze how-to. Als je het programma nog niet hebt, kun je het downloaden via inkscape.org. Klik op Download en kies Current Version. Hier vind je de Windows-versie. En vervolgens kies je in de volgende stappen de gewenste versie. Het programma wordt geïnstalleerd, waarbij de voorwaarden geaccepteerd moeten worden. Verder gebruik ik de standaardinstellingen. Zoals gezegd gaan we in deze auto alleen in op het maken van een eenvoudig logo. Je ziet een rechthoek waarbinnen je je ontwerp maakt. Rechtsonder kun je inzoomen. Je kunt hierbij ook het scrollwieltje samen met de controltoets gebruiken. Het standaardformaat is A4. Later zien we hoe je eventueel een ander formaat kunt kiezen. Tekst voeg je in via de knop met de A. Je sleept de tekstvak in de rechthoek en je typt de tekst. Hier kun je een ander lettertype selecteren. Achter het lettertype zie je steeds een voorbeeld. Het wordt direct toegepast. Je kunt ook de lettertypestijl aangeven. En de grootte. Die je ook kunt typen. De tekstkleur kun je onderaan selecteren. De grootte kun je eenvoudig aanpassen via de selectieknop. Gebruik de verschillende pijlen. Door te slepen kun je de positie wijzigen. Met deze knoppen kun je diverse figuren invoegen. De kleur kun je onderaan aanpassen. Bij een aantal vormen, zoals sterren, kun je de vorm vervormen. Je kunt ook spiralen gebruiken. Als je daarna een kleur kiest, wordt de vorm opgevuld. Wanneer je een vorm naar achteren wilt verplaatsen, moet je een nieuwe laag maken. Via deze pijl kun je het venster lagen in beeld brengen. Via de plus maak je een nieuwe laag. Je kunt deze een naam geven en de positie bepalen. Gebruik de rechtermuisknop om een vorm naar een laag te verplaatsen. Deze laag staat nu achter de tekst. Via deze pijl kun je ook naar de documenteigenschappen. Hier kun je eventueel een ander formaat kiezen. Kies hier pagina herschalen naar tekening of selectie. Als je het venster sluit, zie je het effect hiervan. Via bestand kies je opslaan als. Onderin kies je PDF. Kies hier tekst naar paden omzetten. Hiermee wordt het lettertype opgenomen in het logo. Hier geef je de resolutie aan. Voor drukwerk is de resolutie 300 of 150 dpi. Het bestand wordt opgeslagen. Dit is het resultaat dat je eventueel kunt aanleveren bij een printservice. Tot zover deze how-to over het maken van een eenvoudig logo met Inkscape.